Het Eurovisie Songfestival in Ahoy Rotterdam is een van de grootste evenementen van 2020. Een live tv-spektakel met op 12 en 14 mei de halve finales en op 16 mei de grote finale. Er is veel belangstelling om de tv-uitzendingen van dit unieke muziekevenement groots te gaan vertonen en met elkaar te beleven. Als u tv-uitzendingen wilt vertonen, dan heeft u een licentie nodig. Op tv-programma's rust auteursrecht. Videma verleent de benodigde licenties en zorgt ervoor dat de makers voor de openbaarmaking van tv-programma's het rechtmatige bedrag ontvangen. Gaat u een tv-uitzending vertonen? Dan kan het zijn dat een licentie volgens de doelgroepregeling voldoende is. Stel, u heeft een café en u gaat in uw café tv vertonen. Dan volstaat een café-licentie. Als u gaat vertonen op uw terras, in een zaal of tent, op een plein, in een bioscoop of theater of op een festivalterrein, dan heeft u een evenementenlicentie nodig. Hoe werkt het? U zorgt zelf voor de juiste opgave. Dat kan eenvoudig via www.videma.nl/evenement. U geeft hier onder andere de locatie van het evenement en het aantal kijkers op. Zo wordt uiteindelijk het licentietarief bepaald. Heeft u vragen over het evenementmatig vertonen van tv-uitzendingen? Neem dan contact met ons op via evenementen@videma.nl. Videma voert regelmatig controles uit. Indien wij constateren dat u vertoont of heeft vertoond zonder licentie, dan bent u in overtreding en betaalt u meer dan noodzakelijk. Zorg daarom dat u tijdig de juiste licentie aanvraagt. Videma verstrekt licenties voor zakelijk tv-gebruik.